Goedemorgen bij weer een nieuwe Love Hashtag Cody Live. Het is zondagmorgen, 27e. Begin van de Champions League vandaag. Ik denk dat iedereen die dit kijkt, want dit is nu mijn voor de tijd ook natuurlijk. Jullie hebben vandaag de dag achter de rug. Met spanning hopen zitten te wachten. We hebben de vissen allemaal in de bakken achter mij gedaan. Dus zwemmen niet meer in de vijver daar. Zijn eruit. Ik heb hier een stukje apart, zodat je rustig de vis kunt selecteren. De schaal is ook binnen. Even kijken of we dat. Dus alles is voorbereid. Vissen staan klaar, de bak staat klaar. Energiedrink is de wedstrijdspanning is er vandaag natuurlijk. Dubbel. Hè? Er wordt ook gevoetbald, belangrijke wedstrijd. Ja, grappig hoor. Ja, zin aan vandaag. Ik denk dat we toch een heleboel voor jullie naartoe hebben geleefd. Gelukkig vandaag geen sneeuw, geen vorst. Dus hopen met dit dat we toch een beetje misschien het voorjaar kunnen gaan inluiden. Dat is wel heel vroeg, maar kunnen denken in ieder geval aan al die, niet meer hoeven te denken aan al die vorst en dergelijke. Dus ja, gaan er vandaag gewoon een gezellige dag van maken. De hele dag wordt er door een klein beetje gefilmd natuurlijk. En wordt weer een mooie vlog van gemaakt. Dus ja, we zullen zien hoe de dag verloopt. Zo, het is inmiddels de volgende morgen. Het uitzoeken is geweest. Iedereen is op de foto geweest met de toekomstige schaal die je kunt winnen natuurlijk. En dan begint voor ons vandaag de day after, dat is de vis verzorgen. We gaan nu extra water verversen. Ze zien er al lang niet meer zo roze uit als gisteren. Pure stress. Water verversen, filter schoonmaken. Gaan we starten met voeren. Ik heb ze natuurlijk een week voor het eten eten gedaan, omdat het zo gestrest is. Dus we starten weer met voeren. De papiertjes worden vandaag allemaal klaargemaakt. Anne komt zo terug voor de foto's bewerken, de foto's klaarmaken. Dus we zijn er vandaag nog wel druk mee. Ook daar zal ik een klein stukje van filmen en dan ja, heb je dat ook weer eens gezien. Zo. De eerste compartiment is schoon. Deze moeten we dan nog even doen. Voeren het af op het riool. Dit is dan gewoon nog ouderwets met slang. En ouderwets handwerk met de slang doorspuiten. Een fikse waterverversing voeren we uit vandaag, zoals ik al had gezegd. Maar de vis vinden het wel prettig. De filter is weer schoon. Vers water komt er weer bij.